kijken jullie porno? Volgens een onderzoek van de Volkskrant en Rutgers Stichting zouden 20% van de vrouwen en 60% van de mannen ja moeten hebben gezegd op deze vraag. Maar als ik de vraag zou stellen of jullie ooit porno hebben gezien, weet ik zeker dat vrijwel iedereen ja zou zeggen. Jullie zullen je misschien afvragen waarom ik hier over porno begin. Ten eerste omdat het een ontzettend groot fenomeen is. Per seconde kijken 30 miljoen mensen naar porno. 120 miljoen porno-sites. 80% van mijn leeftijdsgroep zoekt naar porno. Maar we vergeten één ding. Een heel groot ding. Maar wel iets waar we ons zorgen over moeten maken. Wij als vrouwen. De vrouwen in de pornografie worden namelijk bekeken vanuit het mannelijk oogpunt. Vanuit de male gaze. En die vrouwen zijn niet de enige die worden bekeken vanuit de male gaze. Het gebeurt bij ons vrouwen allemaal. Maar wat doet dit met de vrouw? Hoe kijken de vrouwen naar hunzelf? De male gaze komt voor in de filmindustrie, waar vrouwen 4 keer vaker worden weergegeven in onthullende kleding dan mannen. De male gaze komt voor in de literatuur. Vrouwelijke personages worden vaak beschreven op de manier waarop mannen naar vrouwen kijken. Op een website met recensies van boeken las ik dat een vrouw schreef dat een steamy scène, beleven door de ogen van de man, toch wel een tikkeltje opwindend is. Door de ogen van de man. De male gaze dus, de male gaze, wat een tikkeltje opwindend is. Ik geloof dat er hier iets flink fout gaat. Want de male gaze doet in essentie niks anders dan de vrouwen hyperseksualiseren en reduceren tot objecten van enkel esthetische waarde. En wat gebeurt er dan? De vrouwen objectiveren hunzelf. Ze gaan zich gedragen en kleden naar de ogen van de man. De male gaze bepaalt hoe wij naar onszelf kijken. Waarom twijfel ik of ik wel uit kan gaan in een shirt wat niet mijn lichaam accentueert? Waarom twijfel ik of ik nog steeds aantrekkelijk word gevonden als ik mijn haar weer kort knip? En waarom twijfel ik of het nog steeds mooi was geweest als ik er vanochtend voor had gekozen om geen kort shirtje aan te doen? Er is geen kant-en-klare oplossing voor de male gaze. Maar ik heb vandaag de eerste stap gezet. De eerste stap is bewustwording. Jullie weten nu hoe er naar de vrouw gekeken wordt. En ik hoop dat in de toekomst wij als vrouwen onszelf kunnen beoordelen vanuit ons eigen oogpunt. En ik geloof dat met veel bewustwording dit haalbaar is. Bedankt.